Goedendag en welkom op Reefvibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van boogschutter. Lieve boogschutter, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je venusteken na. Laat los als het niet past. Kijk eventueel andere readings. Misschien dat je op een andere tijdlijn loopt. Ik heb meerdere mapjes gemaakt. Zoek ze op. In ieder geval wil ik iedereen hartelijk bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd. De aanvragen die ik krijg en likes en berichtjes. Super dankbaar. Ik groei dankzij jullie. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dus wil je een persoonlijke reading aanvragen, dan is het natuurlijk helemaal afgestemd op jouw energie. Ga dan naar www.revivestro.nl. Staat onder in de beschrijving of neem contact op via mijn e-mail. Ik ga eens kijken. Verleden, heden, toekomst. Iedereen loopt op een andere tijdlijn. Hetzelfde wou ik zeggen, een andere tijdlijn. Dus pak wat voor jou resoneert. De rollen kunnen ook vice versa zijn. Dus let daarop. In ieder geval als uitdaging, de Page of Swords. Page of Swords is een uitdaging van misschien nieuwsgierig zijn. Misschien dat je iemand in de gaten houdt. Of mag je iets gaan onderzoeken. Ik ga zo meteen verder vragen. Wat mag ik nog meer ontvangen? De drie van zwaarden en de koning van cups. Oeps, wauw. Wat ik hier heb. Ik ga nog even kijken onder op het dek. De wereld. Wauw, een completion of communicatie. Iets wat als een bevrijding gaat voelen. Of iets wat afgerond mag gaan worden. Ik ga zo meteen verder vragen. In ieder geval, in het verleden, nu of toekomst. Het is me net wat ik al zei, welke lijn je loopt. Heb ik hier de drie van zwaarden. De drie van zwaarden is... een pijnlijke situatie, hartpijn of een hart- of verstandkeuze maken. Ik heb hier ook nog de koningin van bekers. De koningin van bekers is een nurturing, liefhebbende vrouw, onvoorwaardelijke liefde, spiritueel en heel erg emotioneel. Is een waterteken. Misschien dat je het in je energie hebt. Water is vissen, kreeft of schorpioen. Een nurturing energie. Het kan zijn dat je jezelf hebt genurtured of dat iemand dat heeft gedaan na een tijd van hartpijn. Ik zie in het nu heb ik hier de ster, dus balans. Kan ergens een delay in zijn geweest of dat er heling nodig is. Een wish fulfillment betekent het ook. Ik heb hier ook de acht van cups. Emotioneel ergens vandaan gaan, iets wat niet meer dient op weg naar geluk. Ik heb hier ook nog de koning van bekers. Ja, een koppel heb ik hier, dus... Dat is echt prachtig, want dit is wel een spirituele verbintenis. Een koning van bekers is iemand die emotioneel volwassen is, is ook spiritueel, is nurturing, is eigenlijk dezelfde energie als de koningin van bekers. Is iemand die wijs is en heeft geleerd van de lessen des levens op emotioneel gebied, emotioneel volwassen. En ik heb hier nog de Page of Pentacles. De Page of Pentacles is een nieuw begin, is een beginnend iets, iets onderzoekend, een... Kan een studie zijn of iets waar een onderzoek naar mag worden gedaan. Of een nieuwe kans op. Samen met de wereld en de negen van staven. Ja, het kan zijn dat iemand in zelfonderzoek is geweest. Of iemand is emotioneel gewond geraakt. Is wat ik zie. Wel een strijder. Maar ik ga eens kijken wat ik allemaal voel. Ik voel dat iemand een hart- of verstandkeuze heeft gemaakt na een tijd van... Pijn, van verdriet, van niet fijn voelen. Maar ik voel dat door die pijn eigenlijk je bent geheeld. Of dat het de bedoeling is om jezelf te nurturen. Het kan zijn dat je emotioneel ergens vandaan bent gelopen. En eigenlijk weer de liefde gaat vinden. Op weg naar iemand die dus of je liefde gaat aanbieden. Of je gaat op weg naar zelfliefde is wat ik zie. Op weg naar een nieuw begin. Ik heb hier twee keer een page. Of een page. En een page is altijd een nieuw begin. Een nieuwe kans op.
ik ga eens kijken, wat mag ik weten over de drie van zwaarden? Of is de pace van zwaard, die uitdaging? Dus onderzoekend zijn, misschien hou je iemand in een gaten, misschien is het de bedoeling om iets los te laten. Ja, ik heb hier al een aantal kaarten, het zijn iets te veel. Wat ik zag is de toren, dus na chaotische tijd eigenlijk weer op weg gaan naar geluk. Iets wat niet meer diende los te laten. Maar ik ga eventjes een andere kaart nog trekken. Kaarten. Woeps. Ja. Over betrayal gesproken te hebben, hartpijn. Het kan voor jou een uitdaging zijn geweest. Of het is een uitdaging om dus oude karmastukken los te laten. Ik heb het vaak. Op een of andere manier loopt iedereen in deze periode of deze tijd eigenlijk tegen deze kaart aan. Dus echt oude stukjes, oude pijn, oude gebeurtenissen die je diep hebben geraakt eigenlijk los te laten. Eigenlijk op weg naar het licht kan zijn dat je niet goed bent behandeld. Dat je hebt getreurd over het verleden of dat er... Wat er is gebeurd, verspeelde liefde of verspeelde emoties, wat ik zie. Dit kan dus zijn dat jij treurt over een connectie, waarbij je denkt dat alles verspeeld is. Of je hebt karmische stukjes mogen meemaken om te beseffen dat ik heb het gevoel dat je zoiets hebt van, is er nog liefde voor mij? Of is er nog iets? En je ziet hier die twee cups, dus wees niet getreurd, zegt Spirit eigenlijk, want er is nog liefde. Die verspeelde cups heb jij nodig gehad, die karmadelen die je hebt mee moeten maken, mag jij gaan onderzoeken. Je mag gaan onderzoeken dat er iets nieuws op je pad komt, of er is nog iets wat nog niet voorbij is, waar nog liefde in is. Dat is wat ik hierbij voel, ja. Nou ja, dat gezegd hebben met de twee van cups. Dit is een ontmoeting, een excuus of iets wat... weer bij elkaar komt, een spirituele connectie met iemand waar je veel liefde voor kent. Wat mag ik weten over de drie van zwaarden? Dus de drie van zwaarden is dus hartpijn, een hart over standkeuze maken of iemand heeft je iets aangedaan wat je gewoon verdriet heeft gedaan. Maar ik ga eens verder vragen. Vaak gebeuren deze dingen wel om jou sterker te maken, om je kracht weer te vinden, ook al doet het pijn. Wat mag ik weten over de drie van zwaarden? Oeps. De toren, daar heb je hem weer, zie. Wauw. En de page of wand. Ik heb hier veel pages, dus het kan zijn dat jij hele nieuwe energieën mag gaan aannemen. Het kan ook zijn dat er kinderen in betrokken zijn. Maar in ieder geval is wat ik hierbij voel, is dat er iets niet meer diende voor jou in jouw energie. Het kan zijn dat het met relaties, met werk of met andere situaties in je leven... Waar Spirit zoiets van had van, dit is niet voor jou bedoeld. Het heeft misschien pijn gedaan, misschien heb je zelf niet de keuze kunnen maken. Kan zijn dat Spirit heeft gezegd van, wij gooien je dingen op je pad, zodat jij wel andere keuzes moet gaan maken. Met je hart gaan denken, of met je hart gaat voelen. Meer voor jezelf mag gaan voelen. En daarbij eigenlijk die chaotische tijd nodig heb gehad om te zien dat er iets beters op je pad komt. En met de... de page of staven. De page is iemand die voor avontuur gaat, het innerlijke kind. Dus misschien was het de bedoeling om je eigenlijk weer te vernieuwen. Om het geluk eigenlijk bij jezelf te zoeken. Wat mag ik weten over die koningin van bekers? Want ik zie dat kind dat schreeuwt van, hey, kijk... Ik wil op avontuur. Ik moet meer naar mijn intuïtie luisteren. Ik moet meer dit soort dingen doen. Meer dat soort dingen. Ja, zie je weer de page van zwaarden omgekeerd. Dus er is iets geweest waarbij jij dus knopen hebt mogen doorhakken. En weer de hartpijn. Dus er is echt iets geweest. Misschien dat iemand je heeft pijn gedaan. Maar dit heeft echt moeten gebeuren om jou te beseffen dat jij de belangrijkste persoon in je eigen leven bent. Wat mag ik nog meer weten over die koningin van bekers? En let wel, het kan ook een persoon zijn, hè, waar je mee omgaat. Dus, of die je in gedachten hebt. Dus dat moet ik al altijd duidelijk zeggen. Want... Oeps. Dan mag ik nog meer weten over die koning van bekers. Oeps. Nou,
Ja, die stilstand is nodig geweest op die chaotische tijd. Je hebt waarschijnlijk een delay gekend of een pauze of ergens een stilstand in om jou een ander perspectief te laten doen geven. Dus onderzoekend zijn, onderzoekend naar de liefde in jezelf en onderzoekend naar wat er nog meer te bieden is. En het, die pijn heeft jou doen beseffen dat er dus dat er echt heling nodig was. Want je was niet tevreden over een situatie en daarbij kan er dus iets zijn geweest waardoor Spirit heeft gezegd of iets, dat er iets is gebeurd waarbij je dus jezelf op de eerste plaats mocht gaan zetten. Ja, met de King of Cups alweer. Wauw. En de Hermiet, ja. Het was de bedoeling dat je emotioneel ergens vandaan moest gaan om jezelf te nurturen. Het kan ook zijn dat er een persoon op je pad komt die jou daarbij gaat helpen. Dus iemand die emotioneel volwassen is geworden of is. Ik zie hierbij dat dit echt nodig was. Dus er was iets wat niet meer diende. Je hebt getreurd of je bent nog misschien een beetje in treurnis, is wat ik zie. Maar door die stilstand mag je ook ervaren dat die emoties er ook mogen zijn, dat je daarvan mag groeien. Het voelt voor jou wat spannend misschien op dit moment, want Spirit zegt eigenlijk, je hebt een verhuizing door moeten maken om eigenlijk jezelf op rustig vaarwater te brengen. Om dus dingen te zien van iets anders, om ergens emotioneel vandaan te gaan, om dus rust te krijgen in je leven. En daarmee eigenlijk een ander pad in mag gaan. Ook al voelt het onbekend, is wat ik zie, samen met de kracht. Wat mag ik weten van de 8 van cups? Of jij dit nu bent, of een persoon die emotioneel vandaan gaat van iets? Dat gaan we even vragen. Wat mag ik weten over die 8 van cups? Ja, de 4 van staven. Dus wat ik hierbij voel is dat iets wat niet meer diende, eigenlijk nodig was om jou eigenlijk op een andere pad te zetten. Dus dit kan een twin flame kaart zijn. Het kan een samenkomen zijn. Het kan een huwelijk zijn. Wat misschien niet meer diende. Waar je vandaan bent gegaan. Of het is iets waar jij naartoe mag gaan. Dus uit die 5 van cups komen. En te zien dat er dus nog wel liefde is. Wat mag ik nog meer weten over die 8 van cups. En de 4 van staven. Ja, er komt communicatie aan. Alles komt in één lijn. Dus het kan zijn dat je communicatie gaat krijgen met een persoon die misschien zelf emotioneel ergens vandaan is gegaan. Dat kan ze met een huwelijk te maken hebben. Weer een krachtkaart. Wauw. En de aas van bekers. De aas van bekers samen met de koning van cups. Zeg maar dat er dus communicatie komt. Iemand is emotioneel ergens vandaan gegaan wat niet meer diende. Dat kan dus met een huwelijk te maken hebben, maar het kan ook zijn dat iemand emotioneel vandaan loopt op weg eigenlijk naar een nieuw begin. Iemand die nu emotioneel volwassen is of was, maar iemand die nu wel liefde kan aanbieden. Samen weer met de kracht onderop, dat is wel echt bijzonder. Wat mag ik nog weten over die koning van cups nog meer? Wie is die persoon? Iemand wil jou weer nieuwe liefde aanbieden of in ieder geval spirit. Ja, nou kijk, ik hou hiervan. Ja, dus iemand gaat jou iets bekennen. Iemand gaat uit zijn of haar emotie, wat misschien is vastgehouden, jouw liefde aanbieden. Er komt een ontmoeting aan. Of dit nou een soulmate is, of een twin flame, of iemand die je misschien al kent, of misschien een nieuw persoon. Dat kan natuurlijk ook voor sommigen. Maar in ieder geval zie ik wel dat iemand jouw emotionele volwassen liefde wil aanbieden. Een nieuw pad, een excuus misschien. En daarmee eigenlijk stabiliteit wil gaan opbouwen. Het kan zijn dat iemand jou in de gaten heeft gehouden of om te vragen hoe het gaat. Of je bent zelf degene die misschien iemand in de gaten hebt gehouden om dus dit te manifesteren, is wat ik voel. Wat mag ik weten over die Page of Pentacles? Maar dit zijn echt prachtige kaarten. Dus er is misschien ergens een stilstand in geweest, chaotische tijd in je leven, waarvan je verdriet hebt gehad. Dat kan dus met deze connectie te maken hebben. Want ik zie natuurlijk wel 2 keer de koning van bekers. Wat mag ik weten over die Page? Ja, de Page of Pentacles. Alweer op de Page of Pentacles. 2 keer. Wauw.
Dus het kan zijn dat jullie beide kinderen hebben of dat er iets speelt dat er echt een nieuw begin. Jullie willen dat allebei. Dus het kan zijn dat de persoon echt nu gaat kiezen of dat jij gaat kiezen voor stabiliteit en een nieuw begin. Wat mag ik nog meer weten over die Page of Pentacles? Of die dubbele Page of Pentacles eigenlijk? Ja, er komt ergens een conclusie. Ja, de 8 van Cups. Iemand gaat emotioneel ergens vandaan lopen. Kan zijn dat jullie beide emotioneel ergens vandaan lopen om dus voor deze liefde te gaan, is wat ik zie. En dat is wel grappig, want ik zie deze kaart eigenlijk, die loopt eigenlijk naar, een beetje naar het verleden. En deze loopt naar de toekomst. Dus wat ik eigenlijk hierbij voel, krijg ik kippenvel. Dat jullie beide eigenlijk een nieuw pad willen ingaan. Dus dat, wat voor mij dit voelt, dat jullie eigenlijk samen eigenlijk iets loslaten wat niet meer dient om eigenlijk samen te komen. Dat is wat ik hierbij voel. Samen met de Page of Pentacles 2 keer. En ik heb hier 2 keer de Page of de 8 van Cups. Ja. En ik heb hier natuurlijk de 2 van Cups. Dus een samenkomen. Een ontmoeting. Geen kaart graag. Ja, Pentacles, ja, nou, onafhankelijkheid. Dus het kan zijn dat jullie je beide eigenlijk onafhankelijk opstellen. Ja, en de Loverskaart. Dus jullie hebben beide eigenlijk gewerkt. Wat ik voel is dat jullie beide emotioneel volwassen zijn geworden. En daardoor eigenlijk independent zijn. Dus onafhankelijk van elkaar gelukkig zijn. En daar ook weer stukjes emoties eigenlijk achterlaten wat niet meer dienen. Om zo eigenlijk ook samen eigenlijk, ja, de liefde aan te gaan. Dus niet afhankelijk zijn en toch weer de krachtkaart. Wauw. Ja, de kracht ook vinden om dus een stapje te zetten om dingen wat niet meer diende emotioneel weer achter te laten en eigenlijk samen te bouwen. Dat is een beetje wat ik hierbij voel. Karma los te laten en de reconciliation is wat ik zie. Super mooi. Met een wereldkaart. Prachtig. Ik ga eens vragen wat ik nog mag ontvangen. Voor advies. Ja. Tweestrijd loslaten, naar je intuïtie luisteren en niet meer twijfelen. Je afsluiten van emoties die niet meer dienen en daarmee eigenlijk een keuze maken. Die blinddoek afdoen, want die liefde is er nog. Er is nog een liefde wat niet vergaan is. Oude liefde roest niet, zeggen ze altijd. En dat is wat ik hierbij zie. Een zielsconnectie, een zielsverwant, een twin flame. Oeps. Dat zijn er heel veel. Ja, samenwerking, justice, karma. Ja, dus er wordt iets afgesloten. Gaat, woeps. Ja, oude burdens loslaten. Alles wat niet meer dient, loslaten. En dat is wat ik hier al zag. Dus die verantwoordelijkheden die jullie beide hebben gekend. Of de persoon, of jij, ik denk beide. Ja, loslaten. Ja, en een nieuw begin. Spirit zegt, pak het ook aan, want... Er is iets waar geen, en het 10 van Pentakels, allerhoogste geluk. Er is iets wat afgesloten mag worden. Iemand twijfelt niet meer. Iemand mag die blinddoek afdoen. En misschien jullie beiden om zo eigenlijk samen te komen. Samen op één punt is wat ik eigenlijk zie. Dus eigenlijk op een crossroads waarbij jullie beiden jullie lessen hebben moeten leren is wat ik voel. En daarmee eigenlijk oude karma delen en oude... burdens los te laten, wat veel te veel heeft gevraagd van jullie beiden, maar wat jullie wel nodig hebben gehad om te beseffen dat dit de allerhoogste liefde is die jullie willen. Op weg naar een nieuw begin en stabiliteit en het allerhoogste geluk is wat ik hier zie. Dit is wat ik voor je heb, lieve boogschutter. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like en deel desnoods. Wil je een persoonlijke reading aanvragen? Ga dan naar www.revibestro of ga naar mijn e-mail. Ik wens je al het goeds en dit ziet er fantastisch uit. Dit is echt wel een van de mooiste readings die ik tot nu toe heb mogen doen. Ik wens je al het goeds en tot snel. Doeg!